Het leven van Jasser veranderde voorgoed in augustus 2015. S ochtends uh, zeg ik voor mijn ouders: nou, uh, tot ziens. En je ouders wisten dat je ging vluchten. Ja, ja, zeker. En uh, het was verdrietig uh, voor mijn ouders. Hij vluchtte uit dit dorp ten noorden van Damascus, waar het dan oorlog is. Samen met zijn jongere neefje vertrekt hij richting het veilige Europa. Allebei zijn ze nog nooit buiten Syrië geweest. Ze vliegen van Damaskus naar Beirut en van daaruit naar Izmir aan de Turkse kust. Daar maken ze een afspraak met een mensensmokkelaar met een rubberboot. Was je bang? Ja, bang omdat de boot uh, heel druk is. <laughs> 40 mensen moet meestal 15 of 20. En jullie waren met het dubbele aantal? Uh, ja, het was 40 en heel druk. en uh, Het duurt weefuren. Ik kon niet heel goed zitten. Na een paar uur varen in de donkere nacht komt hij hier aan, een strandje op Lesbos. Ik dacht, nou, uh, de moeilijkste deel is, uh, is voorbij. Nou ga ik door, maar het was niet zo. Een reis die meteen al begint met een uitputtingslag van 30 kilometer lopen door de bergen. Jasser zit dagenlang vast op Lesbos. Slapen doet hij op straat, totdat hij uiteindelijk met de boot naar Athene kan. Dan volgt een zware tocht naar Europa die die deels lopend doet. Van Griekenland via Macedonië, naar Servië, naar Hongarije, naar Oostenrijk en uiteindelijk per trein naar Nederland. Is er wel eens een moment geweest dat je dacht: waar ben ik aan begonnen? Ja, ik kwam van een oorlogland en daar was het heel erg. En het was moe erg, ja, klopt. Maar ook uh, in mijn hoofd was het enthousiast dat ik wil uh, door. Je wilde niet stilstaan in een oorlog. Ja, in het einde ben ik in een veilig land, in een uh, beter leven. Twee jaar geleden begon Jasser zijn Europese reis met een tocht door de nacht. Vannacht loopt hij zijn kilometers vrijwillig als steun aan andere vluchtelingen. Ja, daar had ik uh, geen optie, maar nu heb ik de optie wel.